The things you're about to hear are the powerful inner thoughts going on inside the mind of a champion. And this is the inner symphony of greatness, the epic soundtrack of success. I was born a champion. Yo, dus ik ben hier in Veldhoven. Ik had bij ons gezien dat er een lezing was. Tenminste bij mij in de buurt, bij de Albert Heijn, heb je zo'n bord, weet je. En daar stond zo'n advertentie. In de bibliotheek van Veldhoven, dus hier ben ik nou. Het was best wel een hele reis om hier naartoe te komen, maar het voelt eigenlijk wel goed hier. Weet je. En ze hebben een leuke winkelcentrum hier zo. Volgens mij ben ik hier nog nooit geweest. Maar... ja, of heel vroeger, weet je, met mijn broer een keer of zo, maar het is wel lekker rustig hier. Dat is misschien wel belangrijk voor de volgende stap. Ik denk dat ik hier misschien een woning ga zoeken, tijdelijk, weet je. Dus, ja, wat moet ik zeggen? Afgelopen paar dagen met die meid geweest, was hartstikke leuk, weet je. Maar dan merk je toch wel weer van, hoe noem je dat? Ja, niet alleen dat je gewoon even ook afstand hebt, nodig hebt, hoor. Maar je wil er ook bij zijn. Dus het is een beetje dubbel. Weet je, daar moet ik nog een balans in vinden. Ik had gevraagd om mee te gaan, toen zei ze van, nee, vanavond even niet. En eigenlijk had ik dat gisteren al, maar ik ben toch gegaan. Of tenminste, even een wandelingetje gemaakt. Hallo. En ja, verder gaat het wel eigenlijk. Ik heb niet meer zo heel erg, ja, hoe zeg je dat? Druk op mijn borst en zo. Dat is wel wat minder. Maar op een of andere manier... had ik ook met haar dan, zeg maar. En dan daar ze babbelen. En dan klap ik toch wel weer een soort van dicht of zo. Dus ik weet het niet meer. Ik moet gewoon leren hoe ik omhoog moet komen. Ja. Het is nog wel een dingetje. Weet je. Hier hebben we een leuke speeltuin met een fonteintje. Ziet er wel leuk uit hier. Het is goed voor de verbinding in mijn hoofd, nieuwe banen. Ga ik even hier op het bankje zitten. Het duurt een half uurtje, ik ben een half uur te vroeg. Rook even een sigaartje op, lekker rusten. En dan, hoe noem je dat? Ik heb mijn loge hoofd leeg gemaakt hier, man. Wel leuke restaurantjes heb ik gezien. De mensen zijn hier wat relaxer, man. Dan in Eindhoven. Lekker, hè? Daar zit het aan. Ik was vandaag gaan lopen naar Nuenen. Klein stukje. En onderweg ging het hartstikke regenen. Ik heb daar misschien dik een half uur rond bij die bushalte gezeten, schuin. Ging ook omweren en zo. Maar toen ben ik gewoon rustig naar huis gelopen, nog een klein stukje gerend onderweg, gewoon trimmel. Hè. Maar The next day. Yo. Het is nou, wat zal het zijn, 5 uur. Iets over 5 hoor. 9 over 5. Maar ik ben alweer buiten. Ik was vroeg wakker, man. Ik denk 4:30 of zo. Wel een raar gedroomd over mijn schoen die de hele tijd terugkwam. Volgens mij was het een schoen. Het is best wel een lange droom. Maar goed, gisteren toch naar die burn-out shit geweest. Die lezing. Ja. Heel bekend, hoe heet dat? Het
ging heel veel over hemzelf en zo. Ik had er niet echt veel aan. Het enige wat ik eruit kon halen was een reminder van grenzen bewaken, weet je. En ja, daar had ik toch wel wat aan. Maar goed, heel veel gelul allemaal en zo. Ik kwam hoog daar binnen. Dus door al dat gelul, ja, ga ik weer, hoe zeg je dat? Pakt hij die spanning van mij, weet je. Op zich wel goed, maar dan moet je rustig blijven. Ja, en dat ken je niet als je maar twee stappen kan zetten. Dus daar had ik thuis wel een beetje last van. Hoorde ik ook. En ik deed ook pijn, weet je. Of tenminste, ze gingen duwen, man. Dus toen ben ik even naar buiten gegaan. Even een rondje gelopen. Een sigaartje gedaan. Toen ben ik gaan slapen meteen. Dat was iets van 11:30, 12:30, ja. Zoiets, 11:30. Maar Chrisje is weer wakker. We gaan lekker sporten vandaag. Fuck it, joh. Ik heb, hoe heet dat, supplement in mijn mik gegooid. L-arginine, ginkgo biloba, taurine en een cafeïnepilletje. Ik kreeg meteen een boost gek in één keer. Dus we gaan het zien, man. Ja, misschien helpt het wel, ik weet niet, joh. We gaan gewoon kijken. Maar ik moet gewoon leren hoe ik omhoog moet komen. Meow. 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 Ga je meelopen met mij? Jij ook al. Dat was van vorige keer. Oh, kijk, er liggen gewoon schoenen gek hier, zeg. Zag je dat? Oh, nee, dat zijn geen Nike's, dat zijn boemertjes, man. Ja. Moet ik jou nou volgen? Ga je mee? Ja. Ja. Maar, hoe noemen we dat? Waar was ik nou aan het lullen? Nou, weet ik het niet meer, man. Ja. Hé. Hey. Ga je met me mee? Sporten naar die gym. Ja. Ga je met me mee? Ga je met me mee? Kom maar. Lach hier.